Ja, vrienden, hebben jullie de laatste peiling gezien? Oh, ja, van Maurice de Hond. Hier, een slagveld zeg. Hier kijk even mee. Hier, zie je het staan? Daar. Daar staat dus dat de BBB, die komt gewoon op 33 zetels. En zie je wat er gebeurt ook met de VVD? Die verliezen 15 zetels. Hallo, zo in één keer weg. En CDA ook, hup, gehalveerd. Ja, en dan zit verderop zit nog, geloof ik, D66. Ik weet niet of je die gezien hebt. En die zitten in één keer op 9 zetels. D66 verliest er ook 15, beste vrienden. Ja, dat is, ik heb het er steeds geroepen, hè. Die ober, die komt altijd een keer langs. Nou, die zijn niet langs geweest, die ober. Nee, dit is een hele hotelschool. Die is langs geweest. Ja, is dit even een afrekening, zeg. Dit is gewoon een tornado, een windhoos door Den Haag gegaan. En het is een ravage gewoon. Ja, en ze hebben ook nog even berekend wat er gebeurt als Omtzigt mee zou doen. Nou, dan is het helemaal niet meer te overzien. Want Omtzigt en de Caroline met elkaar, die zouden dan 53 zetels hebben. Kun je je voorstellen? Hé, hey, ze praten altijd daar over aardverschuivingen en dit en dat. Dit is veel erger. Dit is veel erger, vrienden. Ongelooflijk. Ja, en dan zitten ze maar te kwekken daar in Den Haag. En vooral die kakelende. Want die moeten dus dinsdag met de Mark, met Rutte, moeten ze bij elkaar komen. Een soort crisisoverleg. Nou, hey, vrienden, ik ga je één ding alvast zeggen. Er komt geen crisis, hoor. Nee. Absoluut komt er geen kabinetscrisis. Want zij weten wat hun te wachten staat. Dat hebben ze nu al gezien. In die peilingen, ja. En dan zeggen ze de hele tijd, ja, we komen bij elkaar, want we moeten eventjes even analyseren en evalueren wat er nou precies aan de hand is. Wat de onderliggende thema's zijn, hè, waarom deze uitslag er is. Nou, daar hoef je niet lang over na te denken, hoor, vrienden. Nee, de mensen zijn gewoon klaar met jullie. Ja, ze zijn klaar met het slechte beleid, met de hele matige ministers die er zijn. Ze zijn vooral klaar mee dat jullie niks doen. Gewoon niks aanpakken. Gewoon helemaal niks. Nee, en daar zijn ze dus helemaal klaar mee. Nou, en hoe simpel kan het zijn? Ja, en ze zijn ook klaar met bijvoorbeeld zo'n Geert de Groot, hè? Die iedereen maar steeds in de gordijnen jaagt met zijn stikstofgeleuter. En klaar met zo'n Vera Bergkamp, die zo'n Omtzigt een beetje als een kleuter behandelt. Ja, daar zijn ze met dat soort dingen. Daar zijn mensen nou helemaal klaar mee. Nou, goed. En intussen zitten zij na te denken over hoe het komt. Nou, hey vrienden, blijf daar lekker over nadenken. Hé, hey, binnen die coalitie. En dat zou ik vooral doen, want straks bestaan die partijtjes van jullie niet meer.